What up, kijkers? Het is je boy Facts. Kuske. Hoor dan, kijkers. Hoe moet ik beginnen, kijkers? Nou ja, laat me het zo vertellen. Mijn poot is gebost. Maar ja, ik kon niet aan, kijkers. Ik kon echt niet aan. Dus ik neem jullie mee in mijn reconstruction. Hey, shit, man. Ik heb haast. Ik moet echt opschieten, man. Shit! Ik had echt veel haasten. Echt, ik zou bijna te laat komen. Komt een auto op me af, maar ik had hem niet gezien. In mijn dooddoek. En vervolgens lag ik op de... Mijn voet. Crash. Ja man. En vervolgens, toen ik opstond, de volgende ochtend, voelde ik een vreselijke... Ik denk dat ik naar het ziekenhuis moet, man. Die pijn was echt vreselijk in mijn voet. Dus ik ging direct naar het... Eenmaal aangekomen in het ziekenhuis, moest ik echt lang wachten. Het duurde echt veel te lang. En na 3 uurtjes waren we eindelijk aan de beurt. De heer Facts. Kan ik ergens mee helpen? Kijk meneer, ik ben gevallen van de scooter en ik heb echt last van mijn voet. Het doet echt, echt pijn, het doet echt zeer. Je hebt last van je voet. Oké, doe je sok maar uit. Laat me even maar zien wat er met je voet aan de hand is. En je voet steekt, man! Hey! Zeg het me gewoon eerlijk, dokter. Hoe erg is de schade? Laten we eerst eventjes foto's maken en dan gaan we kijken wat er aan de hand is. Ik heb slecht nieuws voor je. Heel slecht nieuws. Hoe moet ik dit zeggen? Je voet is gebroken, jongen. Hier zijn krukken, je kan 3 weken niet lopen. 3 weken? 3 weken? Iemand heeft tijd om 3 weken te lopen met krukken. Kanes, man. Yep, jullie hoorden het goed. Ik moet 3 weken met krukken lopen. Maar ja, gelukkig mocht ik direct naar huis, na het ziekenhuisbezoek. Ah,
Ja, kijk eens. Zo is het allemaal gebeurd. Vex had haast. Vex ging wild rijden. Is gescrapt in kraaien. Moest naar het AMC. Hij werd geholpen door de dokter. Met een vieze stinkpoot. Maar ja, we hebben krukken gekregen. Dus ik ben al gelukkig. Kijkers, nog, ik ga er vandoor. Ik hoop dat jullie het genoten. Wat ik al eerder aangaf. En dag. Binnenkort een nieuwe vlog. Tja! Ah!